en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 75? Helemaal vol. Ja, 75. Snel. Hé, we zeiden net al, ik zeg net, we moeten weer een update opnemen. En Leon zegt, huh? Alweer? Zeg, ja, het is elke 2 weken, maar 2 weken. Het vliegt zo warm. Zo snel voorbij dat we zeiden, we kunnen het beter om de 3 weken doen. Gewoon omdat het best wel veel tijd kost. En dat het, tijd zo snel gaat, lijkt het wel alsof we alleen maar updates maken de hele tijd. Is natuurlijk niet zo. Maar ja, we krijgen ook veel nieuwe spullen. Dus eigenlijk hebben we die updates wel nodig om alles te laten zien. Anders krijgen we hele lange updates met heel veel spullen. Weet je trouwens wat de rage was deze zomer? Ja, de fidget spinner. De fidget spinners. Nou, hey, hoe vind je deze? Moet je eens even aan draaien? Schaaf. Pak even je hand gewoon. Met lampjes. Oh, ja. Gaaf, hè? Kijk er nou. Ik ben geen fidget spinner draaien, maar cool toch, niet? Oké. Okay. Ik zal iets anders laten zien. Even kijken. Fietsen. Spelkaarten. Allemaal verschillende kaarten. Wijs met je vinger ergens een kaart aan voor het idee. Ja. Ja, aanwijzen. Lijkt wel een of andere toeschouwer dit gewoon. Oké. Onthoud de kaart goed? Ja. Ja? Heb je de kaart gezien? Mm-hmm. Goed onthouden ook. Want die fidget spinner weet nu welke kaart jij gekozen hebt. Echt. Pak de spinner. Ik kon zeggen, je gaat dat tegen mij zeggen. 8-8 of zo. Draai eraan. Welke kaart heb je gekozen? 8-8. 8-8. Kijk. Oh, nog een keer. 8-8. Hé, hey, nou, dit is ik heb kinderen. En toen ze deze spinnen zagen, zeiden ze, wat? Huh? Wat is dit? Wat vet cool. Nou, we gaan laten zien wat dit is. Fidget spinner. Maar dan een programmeerbare versie. Kijk even of dit, ja, dat kunnen we wel zien. Deze spinner, nou, kun je gewoon draaien, zie. En je krijgt er een gratis app bij. Die moet je even downloaden, zowel voor je Android als voor je iPhone. En daarmee kun je dingen programmeren. Nou, het is een bestaand ding, Gadget. Alleen ze hebben de app speciaal aangepast, zodat er ook kaarten in gezet zijn. Kijk, want standaard, laat ik even zien, kun je bijvoorbeeld dit doen. Wil je er even een draaien, Leon? Kun je het even zien? Text. Dus je kunt bijvoorbeeld hier... Dynamite. Stuur. Zie, dan zet je vinger daarvoor, maar in principe staat daar nu, zie, Dynamite. Nou, nu is hij blauw. Okay, maar kan ik zeggen, nee, ik wil hem liever paars hebben. Of ik wil hem groen hebben. Of ik wil het blauw hebben. Bla, bla, bla. Nou, je hebt allemaal kaarten. Ik heb hier harten. Alle hartenkaarten. Dus als ik een harte 3 druk, heb ik harte 3. Maar als ik een andere kaart wil, kan ik hier bijvoorbeeld klaver kiezen. Kan ik ook een klaver 10 bijvoorbeeld. Zie, heb ik klaver 10. Dat zit er allemaal in. Daarnaast heb je allemaal mooie figuren. Je kunt kiezen, je kunt hier zien een hele waslijst aan leuke figuren waar je mee kunt beginnen. Als om even te laten zien wat de spinner is, zeg maar. Dat heb je. Je hebt dit. Daar heb je animatie. Dus dat wil zeggen, net stond mijn naam. Nu zijn er Renéetje erin. Ik ga natuurlijk erin zetten om te testen even. Omdat ik zo heet er. Draai nog een keer aan. Kijk, net stond de tekst stil. Deze tekst is geanimeerd. Dat wil zeggen dat de tekst over de spinner loopt. Die heeft animatie, zeg maar. Maar hoe lang kunnen de woorden eigenlijk zijn? Vraag ik me af. Een hele goede vraag. Maar als ik zo kijk hoe groot... Renéetje... Wacht. Willem-Alexander of zo, weet je. Product... Update... 75... Op... 3... November. Nou, ik doe officieel. Oh, en dan kan ik niet verder tippen. November, zegt hij dan. Dus nou, kijk hoe die draai is. Nou, dat is ook best lang dus. Oh. Ja, maar zei, ik had de tekst. Hij gaat er natuurlijk dan. Kijk wat hij nou doet. Product. Update. Ah, maar hij gaat dan. En dan komt hij dus 75. Als hij de andere tekst verdwijnt, dan komt hij nieuw op de plaats op 3. November zal hij dan doen. Ja, nou, dat zijn best wel veel joh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23.
28 tekens. Hé, dat is wel veel. Zo uw kaart is de hart en acht. Zou je voluit kunnen schrijven, bijvoorbeeld. Stel voor je hebt een vriendin, hè? En je wilt die op een bijzondere manier ten huwelijk vragen. Stel voor je hebt een vriendin. En die is fan van fidget spinners. Nee, je weet maar nooit. Ja. En je hebt de glittermode. De glittermode is dat hij allerlei animaties gewoon door elkaar gooit. Dan zie je, blijft hij eigenlijk alles door elkaar swipen. Dan zie je, gaat hij allerlei animaties door elkaar doen. Dus dat zijn eigenlijk de basisfuncties. Nou, dan kun je hier ook nog allerlei dingen naar links en rechts, hoe je draait en zo. Dus, vet coole spinner. Met de mogelijkheid om goocheldruk te doen. Dat is eigenlijk het idee. Maar, even voor de duidelijkheid. Als je wil overschakelen van een figuur naar een kaart, dan zie je wat ik nu moet doen, dan moet je wel even toegang tot je telefoon hebben. Dus, stel dat je telefoon hier ergens ligt, wat ik net het geval was, liet ik Leon een spinner draaien, daar had een leuk kleurtje erop zitten, bla bla bla. Ik liet hem stoppen, ik liet de spinner wegleggen. Nou, toen koos ik even voor een kaart. In dit geval zou hij toevallig een harte 9 kiezen. En als je dan nu zou draaien, verschijnt daarin de harte 9, zie. Dus het is niet dat hij automatisch van programma naar programma naar programma gaat. Je moet er even aansturen. Maar super ding. En de Magic Spinner bij Magiclism uit Hongkong kost €27,50. Ik vind het niet veel. Ik vind het een mooi dingetje. Ik vind het een echte gaaf ding. Dus we hebben hier even expres de mogelijkheden laten zien dat je ziet wat er allemaal mee kan. Dus de Magic Spinner 2.0. Top. Ja, de 2.0 is dat juist dat de kaartsymbolen erin zaten. Want bij de 1.0... kun je wel de kaart erin tikken, bijvoorbeeld hart en 8, maar nu heb je echt de symbooltjes aan zitten. Nou, zet hem ook uit. Oh ja, kleine details, je maakt hem heel makkelijk aan en uit. Nu gaat hij uit. Opladen via USB, dus geen batterijtjes erin. Super simpel. Kabeltje zit er ook bij, dus. Opladkabel zit er ook bij, uiteraard, zoals handig. Was netjes opgeruimd. We hebben alles netjes opgeruimd. Kijk. Oké. Okay. Dus dat is de Magic Spinner. Nog iets leuks? Ik heb hier een, even kijken hoor, een bankpas, een spelletje kaarten. Bank of the World, hey, je hebt, Ik zal even de kaarten eruit halen. Bank of the World, ik heb wel een simpele bank, je hebt een Bank of the World, oké, ja. Zo. René, ik heb hier een spel kaarten, even voor duidelijkheid, allemaal verschillend. Ja, goed gekeerd. Ik zal ook even schudden hoor. Ik ken geen perfecte Shafaro shuffle of wat dan ook, dus ik doe het gewoon eventjes zo. Hoppakee. En dan heb ik hier een pasje erin. Wil ik jou vragen om dat pasje. Breng je een probleem nou? Nee. Ik ben een beetje gemeen nagelegd, sorry. Dan mag je dat pasje ergens tussen de kaarten duwen, waar jij wil. Gewoon? Ja, duw maar ergens tussen. Zeker weten? Oh, ik zal hem iets uit laten steken. Zo. Ja, zo. Ja. Dan gaan we eens kijken, René, bij welke kaarten wij gestopt zijn. Oh, de 11 van mijn lievelingskaart. Kunnen jullie kunnen zien? Ja, schoppen 4. Duidelijk, ja. Schoppen 4. Ja. Ik zal het even aan de kant maken. Ik heb er namelijk een voorspelling in zitten in dit doosje. Ik zal het even laten zien. Er zit namelijk een klein doosje. Maar dat is een kaartspel. Nou ja, daarom. Maar zou je de doosje open willen maken, René? Schoppen 4. En daar? Hier is hij natuurlijk ook helemaal verdwenen. Ik zal ze ook even zo laten zien, dan kan iedereen het ook echt zien. Hij zegt weg, ja. Cool. Een oude truc al. Oude truc. Maar we waren, je hebt misschien op de site gezien, ja, goede opmerking misschien, dat we daar op komen. Ons magazijn was vol. Nou, het gebeurt wel eens. En zeiden we, wat nu? Er moeten gewoon spullen uit. Dus we hebben zo'n, 200 dingen bakken met spullen echt uit het magazijn gehaald. En die zijn... in de opruiming en aanbieding heel veel, 50% of zelfs tot 80%. Dus check gerust onze site even voor, op is op. En tijdens het nagaan van al die bakken kwamen we hier ook langs. En toen zei ik, hé, die hebben we ook nog laten zien in de update. Dat is ook eigenlijk een hele leuke truc.
Dus vandaar dat hij nu erin zit. Het is niet een aanbieding, het is gewoon een hele goede truc. Maar ja. En hij heet Inexhaustible Pack of Cards. Oké. Okay. Van Joker Magic. Goed, goed gemaakt. Prijs? €30. Ook niet dat je zegt schokkend veel of zo. Oké. Het is een beetje kaartendag vandaag, heb ik het idee. Het is een beetje kaartendag. Spelkaarten. Ja, je mag ze wel kopiëren. Gewoon op de helft. Of de helft eraf tillen, zeg maar. Of er langs leggen. Ja, super. Nou, die is voor jou. Deze is voor mij. Wat gaan we doen? Je mag zo meteen de kaart gewoon ergens uit het spel halen. Wat je zelf wil, zeg maar. Ja, doe maar. Weet je wat? Ik haal er ook eentje uit. Jij ook eentje. Ik ga voor deze. Jij gaat voor die. Jij krijgt mijn kaart. En ik krijg jouw kaart. Let op, dat wil ik verwisselen. Geen valse dingetjes. Oké. Okay. Heb jij enig idee welke kaart ik jou gegeven heb? Ja, een bicycle-kaart. Oké, maar je weet niet welke kaart. Nee. Klaver 8. Ik weet ook niet, want ik heb hem ook niet gezien. Heb je enig idee welke kaart je mij gegeven hebt? Ik weet niet. Zo eens kijken welke jij mij gegeven hebt? Oh, een klaver aas. Dat is netjes. Dat zou een azen-truc kunnen zijn. Welke kaart heb ik jou gegeven? Schop-aas. Netjes. En dat deden we eigenlijk gewoon een willekeurige kaart ergens uit te halen. En te ruilen. Oké, nou, netjes. Oké, we doen nog een keer, maakt niet uit. Pak nog een kaart eruit. Ergens wil ik weer wat je zelf wil. Ik pak deze bijvoorbeeld. Eerlijk, hè? Ja. Oké, ik heb jou een kaart gegeven, jij mij. Geen valspelerij, geen verwisseling van kaarten, wat dan ook. Welke kaart heb ik jou gegeven, denk je? Deze. Die, oké. Okay. Weet je wat, pak hem allebei. Draai hem tegelijk om. 1, 2, 3. Netjes. Hé, hey, maar er zei laatst iemand, een slimme opmerking op zich, in de winkel, die zegt, René, want zo heet ik, volgens mij zijn het allemaal azen. En inderdaad, het zijn allemaal dezelfde kaarten. Kijk maar eens, want ze zijn allemaal. Dit. Mooi. Ja, hè? Alpha Deck. Alpha Deck. Oude truc, dat wil zeggen, jaren geleden verkochten we die ook al. Jaren geleden verkochten we die ook al. Heeft Richard Sands hem ook al uitgebracht. En nu is hij opnieuw uitgebracht met een online video erbij. Het Alpha Deck. Ja, dus je krijgt alles wat je nodig hebt. Spelkaarten met de Azen in dit geval. Inclusief online video instructies voor €24,95. Strakke prijs ook. Check online maar eens. Strakke prijs. Het is alles wat je nodig hebt. €24,95. Moeilijkheidsgraad. Op schaal van 1 tot 10. 1. Ja. Toch? Er zijn meer mogelijkheden mee. Sorry. Dit is een van de routines die je op het filmpje ziet. Ik vind dit gewoon al heel sterk. Mensen die dat laten zien zich ook. Hoe dan? Maar er staan meer effecten op dan. Er staan meer effecten op. Ja, maar dit is eigenlijk een van één effect dat ik wil laten zien. Alpha Deck. Hebben we nog iets meer met kaarten toevallig? Of niet? Of heb je iets anders? Mag ook wel. Ja. Oeh. Ik heb hier een heel mooi. Zipper Playing Card Case. Tada. Oh, zit er iets in ook? En dat is echt leder. Mm-hmm. Maar deze kost €31,95. Maar we hebben nog een portemonneetje. Zit er precies hetzelfde ja. uit. Ja. Zou je niet zeggen dat het geen echt leren is, die andere dan? Nee. En die is €8,95. Ja, dat is exact hetzelfde merk. Ziet er hetzelfde uit. Van de week vroeg iemand het verschillende winkel. Pakten wij ze allebei uit. En welke was nou welk eigenlijk? En door het ruiken roken we, dat dit echt leer is. En de andere geen echt leer. En je voelt het ook, als je goed gaat voelen, voel je ook dat de kunstlederen versie iets gladder is, en dit is wat ja, vetter, laat ik zo noemen, dat het echt leer is. Maar optisch zie je het verschil niet. Ik weet niet hoe het op lange duur zal natuurlijk leer langer meegaan. Maar goed, het is een prijsverschil van €13. Dus, netjes gemaakt gewoon. Het is geen truc, maar gewoon een hippe manier om kaartspel bij te dragen. Je beschermt gewoon, wat toch wel stevig is met die rits erom, je kaarten tegen beschadiging, en die doosje blijft netjes. En, maar dat is trouwens wel, ik zal het even wegleggen, een beetje plek. We hebben ook een mooi spel kaarten erin zitten, dat heb ik nog niet eens gezien. Ja, ik vind het mooi hoor. Een bicycle solar deck is dat. Daar gaat ie. Moet je eens bij, ja. Yep. Kijk, allemaal
zo'n gloeiende kaart, zeg maar. Lichtgevend. Mooie achterkant. Maar ja, moet je ze uitspreiden met de achterkanten. Ik vind het veel mooier als je het gewoon ziet er tof uit. Vind ik. Maar goed, misschien ben ik wel een. Ik vind het echt wel een toffe achterkant hoor, niet? Mm-hmm. Ja. Het is wat het is. Het zijn allemaal lichtgevende kaarten. Ik zie groeiende kaarten met de zonnestorm op de achterkant. Ik vind ze wel mooi. Dus niet zwart, zeg maar. Nee, het is gewoon het is mooi, vind ik. Ik denk dat je het zou gebruiken, dan mensen zeggen, hé, mooie kaarten. Het zijn niet direct magic kaarten, dus die verdacht zijn, maar gewoon mooi. En de zijkant is verder. Ja, niet iets bijzonders, geen embossed of zo, of niks speciaals, maar een speciaal label is ervoor gemaakt. Zo dat label. Ja, netjes. En die prijs kost €10,95. Ook een leuke prijs voor een spelkaart. De Solar Deck. Ja, ik heb een voorspelling gemaakt van morgen vroeg al. Die laat ik nu nog niet zien, maar die zit hierin. Ik zal het hier neerleggen. Voor morgen vroeg? Nee, van morgen vroeg. Oh, ik dacht van morgen vroeg. Nee, dat ben jij niet, dan kan ik niemand die voorspelling laten zien. voorspelling, laat ik zo meteen zien. Ik pak even het spelkaart nog, ik heb het opgeruimd, maar ik pak het nog eventjes erbij. Het zit hetzelfde spel. Kaarten. Zo. Weet je wat we doen? Wacht, ik zal de kaart een beetje schudden. Voor het idee. Oh, ik zie hier de kaart tussen. En dan valt de kaart uit. Vanaf de kaart uit. Grapje. Zo. Laat hem gaan, dus dat de kaarten goed op elkaar zitten. Kijk. Oké. Leon. René. Jij mag het spel kopiëren, ongeveer de helft zegt er langs. Kijk, en voor alle duidelijkheid, ik kan niet weten hoeveel kaarten je net hebt opgeteld. Dat kun je niet weten. Nee, dat zou ik wel kunnen schatten, maar dan nog, omdat de kaarten geschud zijn, als ik de positie weet, zou ik niet weten welke kaart op die plek ligt. Eerlijk, hè? Ik gok 28. 28, oké, maar ik weet niet welke kaart ik heb de kaarten geschud. Jij mag even jouw kaart bekijken. Kijk eventjes. Ja? Laat ik niet kijken, laat ik even zien. Ja? Zeker. Heel mooi. Ja, je mag het laten liggen, maar ik denk dat het principe niet uit. Hallo. Laat even die kant op zien, dan kan iedereen het goed zien. En voorspelling. Tada! Ja. Wat? Zou best uit dat doosje kunnen komen, ja. Ja, jouw kaart zit namelijk in dit kaartspel. Niet echt sterk drukken. Ja. Oké, maar ik zal bewijzen welke kaart had jij gekozen? Schoppen 6. Schoppen 6. Kijk, daar komt er één kaart. Stijgt omhoog, zie. Uit het doosje. En die kaart zit echt op de tekening druk. Sterker nog, als je nou van souvenirs houdt, kan ook, ik zal de pagina pakken. Kun je zelfs de pagina gewoon zo doen. Kijk, mag je hem zelfs meenemen. Zie, is dat leuk? Dus je kan je naam erop zetten, signeren. Het zit er echt gewoon op. Dit is de Cardiographic Light. Nou, gaan we weer een verhaaltje vertellen. Waarom niet? Gaan we er goed in. Jaren geleden kwam er, heel lang geleden was het de Cardiographic. Boom, einde verhaal. Toen kwam de Signature Edition Sketchbook Card Rise. Zelfde truc, maar je ziet hier de afbeelding op de doos. Je begint met een leeg vel papier. Daarop, toeschouw kiest een kaart. Je toont een leeg vel papier. Je gaat tekenen en je laat vervolgens de ondertrekker van de kaart zien. Zeg je, hey, lijkt het dan een beetje? Zeg ik met, nee, we kunnen nog niks zien. Oh, teken je verder. Teken je de schop aas. En laat je hem zien. Zeg je, kijk, en? Ik denk met ze, ja, het was niet de kaart. Ik zeg, ho, ik zeg niet dat dit een kaart is. Dan teken je de 3D-versie erbij en zeg je, het is een kaartspel. En jouw kaart zit erin. Ja, zegt iedereen, hallo. Dan stijgt die kaart omhoog in een andere kleur. Scheur je hem af en geef hem uit handen. Nou, dit is de luxe versie, waarbij je ook de kaarten kunt wisselen. Dat betekent, de ene keer komt er een ruiten 5 uit. En de volgende keer stijgt er een harte 3 uit. De luxe versie heeft een gelamineerde kaft. Super degelijk gemaakt. Maar je moet elke keer
moet je, dat gaat op zich heel makkelijk, zeg ik vertel, het is hetzelfde als dit. Je kunt de spiraal weer uitdraaien. Omdat je iets uitscheurt, moet je er iets nieuws in plaatsen. En dat moet je gewoon elke keer, na elke vertoning moet je dat opnieuw erin plaatsen. Je moet elke keer met een schabloon voortekenen wat je tijdens je show gaat tekenen. Dus simpel gezegd, het is best veel werk om deze versie te vertonen. Maar hij is wel groter. Zoals je ziet, goed idee, qua grootte. Kijk, dit is echt het eindresultaat. Dit is het eindresultaat, is op groot podium. Kun je zelf wel inschatten wat beter is. Ja, de grote versie, dus deze is €199. Is wat meer werk, maar nogmaals, het wel een gaaf effect, omdat je het helemaal, de tekening helemaal zelf maakt. Maar, omdat er veel mensen waren die zeiden, ja, ik kan niet zo goed tekenen en zo, ik vind het tekenen toch wel lastig, is Martin Lewis uitgekomen met de Cardiographic Light. En die Cardiographic Light, die heeft dus al, je begint met een voorgetekend kaartspel, dus je hoeft niks zelf te tekenen. En daaruit stijgt de kaart omhoog, die scheur je af. Nou, en ik kan het nu niet doen, dan zou ik het truc verklappen, maar resetten... Is heel eenvoudig. Hoeveel seconden duurt dat? Nou, 3 seconden misschien. 3, en het kan zelfs in 1. Ja. Je doet ongeveer dit. Het slaat nergens op, niet toe. Klaar. Dus dat is ook wel heel mooi te weten als je een situatie bent waar je dit snel moet halen. Of je wil je koffer altijd snel terug prepareren na een show. Is dit ideaal. Prijs van deze €75. Allemaal niet gelamineerd overigens. Niet ergens, maar de luxe versie heeft het juist allemaal wel. Dus dat is echt wel... een verschil en echt wel een reden om de originele versie, of originele, de duurdere versie te kopen, omdat die gewoon degelijker is. Voor €75 tegenover €199 van de andere, is dit echt wel een heel tof ding. Ja, maar nou ga ik iets zeggen, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, er zijn navullingen. Ja, dat wil ik zeggen. Die komen dus ook nog inderdaad, en die zijn per 30, maar die komt later. En je hoeft alleen maar 1 keer die band eruit te draaien om 30 navullingen te plaatsen. Zoiets wil je vertellen. En dan hebben we nog niet veel klappen. En is in ieder geval, 1 keer in de 30 keer moet je, heb je 2 minuten werk, laat ik het zo zeggen. In plaats van elke keer. Dus dat is de Cardiographic Light. Oké. Hebben we nog iets? Ja. De wonderkutter. Oeh, klinkt spannend. Ja, dit is ook spannend. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Zit een mooi doosje. En die gaat ook open als het goed is. Kinderbeveiliging misschien? Nou, dat zal ik hem maar doen, dan krijg jij hem zeker niet open. Nou, Leon toch? Oh, ik dacht even voor de grap maakte. Voor de grap deed. Oh. Kijk. Oh, een bouwpakket. Een heel bouwpakket. Niet van IKEA. Maar hierin kun je dus allemaal gimmicks maken, zullen we het zo zeggen. Er zit er meer bij een mesje? Ja, er zit er nog een mesje bij. Ja. Een link naar video's die ik erbij zet. Okay. Ja. Maar hier kun je dus kaarten in snijden. Dus stel voor, je hebt een spel kaarten en je zegt van... Ja, ik wil toch een speciale gimmick maken of wat dan ook. Nou, dan leg je de kaart erin. Vakje erin. Maar dan kan je daar langs snijden. Mesje erbij. Dus je kan, je kan snijden, maar je kan ook ritsen. Ja. Dus, we hebben een tijd Perfect Scoreboard, dus nu even op. Dan kun je kaarten ritsen om voor de Mercury Fold. Dan kan hier ook mee. Ja, dan leg je gewoon even kijken. Deze. Ja, die erin. Ja. En deze. En dan heb je hier het. Oké. Je kunt ook trouwens rondjes uithalen. Dus als je zegt, ik wil kaarten hebben. Uit, rondjes uit. Ja. Ja, oké, kun je. Dat is voor als je flapkaartje wil maken of geheime gimmick kaarten. Ja. Oké. En je kunt zoveel mee. Hoeken ook, hè? Hoeken kun je ook afronden. Als je dit, zie, als je dit afsnijdt langs dit hoekje. Kun je zeg maar short corner kaart, zoals ze het noemen. Mm-hmm. Kan ook. En je kan, als je dit hier snijdt, hier, kun je korte kaarten maken, toch? Ja, en je hebt deze lineaaltjes voor eigen gebruik, dus je kan er overal neerleggen waar je zelf wil, om recht, in ieder geval recht te snijden. Ja, er zitten complete online video-instructies bij je, met allerlei mogelijkheden. Dus hiermee gaat er een wereld voor je open. Als jij iemand bent die zijn eigen gimmicks graag knutselt, en daar materiaal voor wil hebben, dan denk ik... Dit is wel echt een zeer gaaf dingetje daarvoor. Mm-hmm. Een gaaf gadget. Je kunt wel zelf met de lineaaltjes alles zitten afmeten, maar als het gewoon hiermee meteen recht en strak is. Toch? Ja, degelijk gemaakt door kunst. Ja, super degelijk gemaakt. Ja, mooi. Ik vind de verpakking ook wel nice. Dat het niet gewoon in een zakje zit, maar dat je echt een. Zeker met een mesje erbij, dat het verschillende cadeautjes zit ook. Goed opgeborgen. En nog een mooie prijs vind ik ook nog. Ja, 43,50.
Ja, niet verkeerd. Dus niet dat je zegt, wacht hier, deze nog. Niet dat je zegt, super goedkoop. Maar ik vind voor wat je krijgt en wat de mogelijkheden daarmee zijn, vind ik het helemaal niet verkeerd, inderdaad. Ja. De wonderkeller. Hey, ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik heb niks meer. Nee, ik wel. Ik heb nog een tientje. Oh, nou, dankjewel. Dan gaan we in ieder geval iets verdienen vandaag. Sleutel. Mag je even bij jou controleren? 10 euro. Mooiste is René, sleuteltje. Wat doe je? Oké, okay. Zit hij echt wel helemaal... Ja. Ik ga hem ook even uithalen. Dan kun je alles weer mooi controleren. Oké. Okay. Netjes. Ja. En dat voor... 45 euro. Voor een mooie prijs. Zware deal. Ja, het waren 65. De prijs is verlaagd. We hebben er groot ingekocht. Dus we hebben 20 euro kunnen laten zakken de prijs. Hey, 20 euro. Vind ik veel. Dus ook. Inclusief online instructies. En gimmick. Let op. Originele versie. Hier zijn ze van. Zijn ook Chinese versies. Ja, ik heb ze gezien. Ja, ik heb ze geprobeerd. En nee, ze werken niet. Niet om je daarvan te weerhouden. Koop ik er rust eentje. Maar daarna koop je toch alsnog deze. Want het is knuddig gemaakt. Dit is de enige echte originele van Magic Smith. De Ignition. Ja, mooi ding. Het goochelaars hier het eerste doen is dit. Oh, wacht, ik ken dat. Leuke truc. Ik begrijp er dan niks van. Dat is super slim gemaakt. Toch? En makkelijk eigenlijk. Ja, maar dat vind ik wel voor meer dingen van Magic Smith. Ja. Die hebben gewoon goede dingen. Ook double cross en die dingetjes. Ja, daar gaat gewoon volgens mij bij hun heel veel tijd zitten in de ontwikkeling. Heel veel tijd en geld stoppen ze in de ontwikkeling van een product. Het wordt zo ver ontwikkeld tot het echt gewoon helemaal goed is. En als het dan goed is... Dan maken ze gewoon een fight met massa. Maar dan heb je ook echt een product waarvan ze niet zeggen na 2 weken... Oh, wacht even. We hadden beter dit of dat kunnen doen. Ja, maar noemen ze een product van Magic Smith wat slank is. Dat kan nee, daarom. Dat bedoel ik. Ze zijn allemaal goede producten. Ze hebben de Super Sharpie. Ze hebben die Double Cross. Ze hebben de Flash Trade, die trouwens niet meer gemaakt wordt. Maar goed. Die Ring Flight hebben ze ervan. Ring Flight Departure hebben ze. Ja, enzovoort. Enzovoort. Allemaal gewoon kwalitatief goede dingen. En bruikbare dingen. Plus je die... Die best wel aan het vertonen, ook op een congres of een Blackpool bijvoorbeeld. Ja, je kan hem alles vragen en laat het allemaal zien. Ook zijn Twilight, het zwevende lampje en zo. En je ziet gewoon ook dat ik, ja, dat wil ik gewoon hebben, want dat is gewoon een super truc. Dat is goede spullen van Magic Smith. Ja. Ignition. 45 euro's. Ik check even de lijst. Brrrrop. Hebben we allemaal gehad. Hebben we nog bijzonderheden? Niet op de korte termijn. 18 november zijn we met stand in de Magic Hand Day in Denken. Was het ook alweer. Die plek hebben we niet voorbereid. Magic Hand Day. Ja, op de Magic Hand Day. In België nu. Ja, in België. Ik ben even de plek uit mijn hoofd even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Daar zijn we. Meer informatie in de volgende update nog. Mocht je wensen hebben, geef het even door. Houd onze website in de gaten, want op de website komen natuurlijk altijd nieuwe dingetjes. Er zijn veel meer nieuwe dingetjes dan we nu hebben laten zien. Sommige dingen kunnen we ook lastig laten zien. Check bijvoorbeeld even onze comedy barstoel. Hebben we gisteren weer binnengekregen. Lachen, gieren, brullen. Kruk waar je op gaat zitten. Er is een zakje er doorheen. En dan schreeuwt van de pijn, staat op en dan blijkt er een hele pin uit de kruk te steken. Nou ja, hoef je er niet uit te leggen hoe dat zit. Dat is het teken dat onze tijd erop zit. Dan dat ook. Ja. Nou, dan gaan we inderdaad zorgen dat wij gaan stoppen. Dat was hem dan. Goed, mensen, nummer hoe? Ja. 75. 75, op naar 76, over een week of twee. Ik zeg. Oh, word je al 76? Zeg je, hoe zie ik eruit? Niet de 76 hopelijk. Tot de volgende keer. Doei.